Wat heb je opgeschreven? Ik heb opgeschreven dat ik altijd tegen het verkeer in fiets hier. Dat ik altijd aan het spookrijden ben. Hoewel, mijn kinderen liever niet deze kant op fietsen. Die gaan het liefst, die vermijden de Amsterdamse straatweg. Wat heeft u allemaal opgeschreven? Nu opgeschreven dat ik het heel fijn zou vinden om tweerichtingsverkeer op de fietspaden te hebben. Duivenoverlast. Ik heb zelf wel eens een keer actie gevoerd, jaren geleden, om te kijken of die duiven hier niet weg konden. Dat is echt zo storend. Dat is echt een troep. Een rommelig aanplakbord. Ja. Het valt nu wel mee, maar vaak, dat heb je met veel van die borden, dan hangt er al het papier naar beneden. Dit zijn eigenlijk allemaal aanleidingen die we hebben geconstateerd. En ik denk dat jullie dat allemaal hebben geconstateerd. Ja. Dat het rommelig eruit ziet. Dat straatmeubilair verouderd is. Dat er geen oversteekbare plekken zijn rondom het viaduct. We hebben net verschillende ideeën gehoord. Hoe zou je die tot uitwerking kunnen zien? Nou, wat net genoemd werd over het verbeteren van het viaduct. Daar valt denk ik heel erg veel te halen. Er werd gezegd van dat je vooral het deel onder het viaduct een hele verbetering zou kunnen krijgen. Daarmee ook een soort landmark zou kunnen worden voor deze plek. Verder dacht ik zelf toen, eigenlijk naar aanleiding van de reacties van bewoners ook, dat je dit soort plekken, die eigenlijk een soort niemandsland zijn geworden tussen het viaduct en de woningen, dat je daar een veel sterkere of een veel betere openbare ruimte van zou kunnen maken. En dat je daarmee eigenlijk de anonimiteit die zo'n beetje rond zo'n viaduct hangt, eigenlijk veel meer kan opheffen. Ja, nou, oorspronkelijk stond dit hek, dat stond dus een paar meter naar die kant. En dit was toen van de NS nog. En dat was één grote puinhoop. Dus nou, daar heb ik me heel erg aan geërgerd. En toen met de NS geprobeerd om het zeg maar aan te kopen. En toen na heel lang. Zie achter die regenton, dat muurtje, daar is een doorbraakje. Ja. Dus zij zouden misschien. Ja. Het is erop vooruit gegaan. Absoluut. Die plek hier, ja. Dat is echt beter geworden, hè? Die plek hier. Ja. Het is echt mooi geworden, ja. En sinds een paar jaar is deze gevel ook niet meer zo'n enge blinde gevel. Er is een plant tegen aangezet. Er is een raam gekomen. Dus er is bewoning. Een regenton, weet je wel, zulke dingen. Men vangt het regenwater. Ja, dat heeft iets van, hier wonen mensen die ergens over nadenken, die ermee bezig zijn. Hier wonen mensen. Ja, dat is sympathiek. Hoe zag het toen uit, een jaar geleden? Er werd er gewoon helemaal niks mee gedaan. Het was niet ingericht, er was geen beplanting, er was helemaal niks. Het moet wel bijgehouden worden. Maar vanuit welk initiatief hebben jullie dit aangepakt? Ik ben van het Huis Utrecht hier op de hoek. En wij willen gewoon de buurt wat beter maken. Omdat we ook in deze buurt zitten. Het gaat echt om de Amsterdamstraatweg ook of gewoon alles eromheen? Nou ja, Amsterdamstraatweg, dit gebied. Ja, dit gebied tot aan het spoorviaduct. Wat heb jij teruggehoord vandaag? Uit de terugkoppeling kwamen twee plekken die bijzonder zijn. Het viaduct op de achtergrond, waar ook al een zeer uitgewerkt idee of een verder uitgewerkt idee dan voor de andere plekken ligt. Hoe je het viaduct van de straatweg, dat nu soms als een barrière wordt ervaren of in ieder geval als een heel duidelijk punt. Iedereen weet wel voor of achter het viaduct wat je daarmee zou kunnen doen. En dat heeft natuurlijk uitstraling op de hele openbare ruimte. En er is gezegd de ideeën bij de Boorstraat en het Bethlehempark. Hoe kan je nu zorgen die mooie parkjes of pleintjes die aan de straatweg liggen, die je eigenlijk nauwelijks beseft, omdat die drukke straat ertussen doorgaat en mensen moeten zoeken hoe kom ik van de ene kant naar de andere kant. Hoe kan je nu zorgen dat je op die plekken iets meer kwaliteit toevoegt? Heb je al een beetje een idee wanneer daar iets mee gedaan kan worden? We willen in 2015 echt concrete verbeteringen op straat laten zien. Waar kunnen we mee beginnen? En dan zijn dit soort plekken die genoemd zijn, dus een eerste aanknopingspunt. Ik denk niet dat er in 2015 al een heel nieuw viaduct kan liggen. Ik denk wel dat we kunnen zeggen, stel je voor het viaduct gaat die kant uit. Hoe kunnen we nu zorgen dat we daar al een eerste aanzet toe doen? Of hoe kunnen we bij die pleinen misschien de oversteekbaarheid verbeteren?